De Universiteit van Tilburg zit met de handen in het haar. Voor de tweede keer is er ingebroken bij Books for Life, waar boeken worden verkocht voor het goede doel. De daders gingen er met een minimale geldbuit vandoor. Voorzitter Veronique Verhagen van Books for Life vertelt wat deze boekhandel inhoudt. Ja, Books for Life is een tweedehands boekenwinkel. Alle boeken die hier komen zijn gedoneerd door mensen die boeken niet meer nodig hebben of na één keer lezen wel genoeg gelezen hebben en denken, nou, ik kan er nog wel iets moois mee doen door ze hier te doneren. Dan verkopen wij ze door voor een paar euro. En mensen die de boeken dan weer bij ons kopen, het geld daarvan doneren wij weer aan goede doelen. De winkel wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. En nu is er dus helaas voor de tweede keer alweer ingebroken. En naar aanleiding van de eerste inbraak hadden we een aantal maatregelen genomen om te voorkomen. Bijvoorbeeld door een kluis aan de muur te bevestigen. En de deuren waren elektronisch beveiligd, maar helaas hebben ze toch gewoon kunnen inbreken. Kees Braken, hoofdbeveiliging van de Universiteit in Tilburg, legt uit hoe de daders binnen wisten te komen. De daders die zijn bij dit kabelgootje aangekomen, hebben waarschijnlijk kennis van zaken gehad. Hebben het kabelgootje losgetrokken, het kabeltje eruit gehaald en een draadje doorgeknipt. En op het moment dat het stroomdraadje doorgeknipt is, dan gaat de spanning van de deur, van de kleefmagneten die hierboven zitten. En dan valt de deur vrij, dus dan heb je toegang tot de ruimte. En op die manier hebben ze zich dus toegang verschaft. Ja. Books for Life neemt samen met de beveiliging maatregelen om nieuwe inbraken tegen te gaan. Er wordt nu ook geprobeerd om een apart beveiligingscircuit voor deze winkel aan te leggen. Waardoor deze winkel, als hij gesloten is, meteen met infraroodstralen wordt beveiligd. In plaats van dat het pas gebeurt als heel het gebouw sluit, wat pas veel later op de avond is. En wie gaat de beveiliging dan betalen? Voor die infrarood dingen en zo, ja, dat gebeurt via de UVT. Ga ik vanuit.